Maar dan gaan we even wat dieper in op de architectuur en context van de WBI software. Dus wat je nu in gedachten moet houden is van je bent het beoordelingsproces gestart. En je hebt eigenlijk in je algemeen filter bepaald dat je eenvoudig, in ieder geval eenvoudig of gedetailleerd gaat toetsen voor je vakken. Dat je je algemeen filter heeft aangetoond dat je voldoet niet aan de voorwaarden voor het algemene filter. Dus je gaat beoordelen of toetsen. Verwachting is, dat is niet hard te zeggen, maar ongeveer 80% van de vakken door het normale werkproces volgen. Dus die WBI software en dergelijke moeten gaan gebruiken. Nou, zoals ik net al zei, is het instrumentarium breder dan alleen de software. Dus mensen die zeggen, nou ja, software is eigenlijk maar 10% van het instrumentarium, want het wordt meer het hele werkproces wordt beschreven in alle documenten. En al het werk wat je om de software heen moet doen, is veel meer dan wat je in of met de software doet. Nou, daar kunnen we straks zelf naar kijken, want dat is ook weer niet, dat is een soort generieke opmerking, maar per waterschap, per dijk kan dat allemaal variëren. Dus dat is een van de uitdagingen die je voorafgaand aan je beoordeling hebt. Dus we gaan het even hebben over de software. En als je die software, ik moet een beetje jullie gaan voorbereiden, als je stiekem al door heeft gebladerd op die architectuurplaat, ziet dat een best wel een vrij uitgebreid schema is. En dan wil ik een paar voorbereidende dingen daarover zeggen, zodat je niet helemaal schrikt zometeen van het software-instrumentarium. Nou, zoals we al zeiden, het gaat om enorm veel toetssporen. Hè? Dus hier bovenaan staat het falen van je waterkering. Je hebt verschillende typen waterkeringen en die kunnen op verschillende manieren falen. En al die manieren moet je eigenlijk gaan berekenen of de dijk tegen dat type falen kan. Dus dat zorgt er alvast voor. Het zijn heel verschillende mechanismen. Hè? Dus je bekledingenmechanisme is heel iets anders dan piping, wat meer ondergrond afspeelt. En een kunstwerk, een sluis of iets dergelijks, beoordelen natuurlijk op een hele andere manier dan een grondlichaam als een rivierdijk. Nou, en een duin is weer heel wat anders. Hè? Dus je kan je voorstellen, er zijn dus enorm veel rekenmodellen, veel manieren waarop je moet beoordelen. En dan heb je nog een tweede, wat het ingewikkeld maakt, is ook dat je dus verschillende niveaus hebt waarop je kan beoordelen. Dus en die toetsregels, die bijvoorbeeld in je eenvoudige toets zitten of in je gedetailleerde toets zijn, kunnen weer heel anders zijn, hele andere data vragen ook, dan op een ander niveau. Dus je hebt eigenlijk die twee belangrijke principes moet je alvast in gedachten houden om het instrumentarium straks goed te kunnen begrijpen. Nou, dan het instrumentarium, of als je kijkt nu naar de software zelf. Ik weet niet, de mensen bij een kennis- en kundeplatform zijn betrokken, die weten dat die softwareontwikkeling gaande is, dat er nog best wel veel ook moet gebeuren. En daarvoor is een soort release schema afgesproken. En dat is ook goed om te houden. Omdat dat ook wel van invloed kan weer zijn op je toetsstrategie, maar ook hoe je met je data omgaat. Hè? Van misschien kan het handig zijn om even op een release te wachten of niet. Dus dat is ook eigenlijk een kleine factor waar je rekening mee moet houden bij je datastrategie. Als je even doorloopt, de generale repetitie. Ik hoorde al veel van jullie ook al betrokken bij geweest. Het algemeen oordeel van die generale repetitie van de beheerders zelf was van, het was eigenlijk meer testen dan dat ik echt het gevoel heb gehad dat ik mijn beoordeling heb uitgeprobeerd. Vorige week is het hele instrumentarium uitgeleverd. Hè. Ik weet niet of jullie die website ook kennen, helpdeskwater.nl. Als je daarheen gaat en je klikt door op WBI, vind je alle documentatie. En dat is ook best wel echt een enorme lijst. Dus daar kun je even voor gaan zitten, zodat je weet wat er eigenlijk allemaal beschikbaar is. Want er zijn best wel waardevolle documenten zitten er ook tussen. Er is afgesproken om nog dit jaar twee tussenreleases te doen, mede op basis wat er uit de generale repetitie is gekomen. Dat is in waarschijnlijk mei, juni ongeveer en november. En er was altijd al afgesproken dat er in 2019 sowieso een nieuwe update volgt. En dat is om de gedetailleerde toets per traject mogelijk te maken. En dat is eigenlijk, als je op vakniveau alles getoetst hebt, dan heb je nog met een aantal regels te maken hoe je dat kan vertalen naar trajectniveau, in rekentechnische zin, daar ga ik ook niet op in nu. Maar dat traject, dat is een soort analyse waar je voor rekenstormen, dat komt in 2019 beschikbaar, 1 januari 2019.
Daar wou ik nog iets over zeggen. Oh ja, wat belangrijk daarin is, is dat de databehoefte voor dat je als je je gedetailleerde toets hebt gedaan per vak, je niet extra of nieuwe data nodig hebt voor je gedetailleerde toets per traject. Dus waar je hoeft dus niet te wachten tot die gedetailleerde toets per traject gereed is met beoordelen of met data verzamelen, want er komen geen nieuwe eisen aan je data. Het is verder gaan op hetgeen je al gedaan hebt. Nou, deze release kalender is gepresenteerd op de landelijke beoordelingsdag. Dus in juni is de verwachting dat de rekensnelheden enorm zijn toegenomen. En het is vooral veel rond hydraulische belastingen dat er dan beschikbaar komt. En de prioriteiten, dus op gebruiksvriendelijkheidsniveau, zijn nogal een backlog verzameld met dingen die slimmer en beter kunnen in ringtoets. En die worden gradueel aangepakt. Er is een top 3 van gemaakt. En in de top 1 of de top 10 van die eisen, die zit nu al in het nieuwe instrumentarium. En in juni, of nee, in november volgen ook alle prio 3's, dus 2 en 3 uit die lijst. Nou, dat is even om af te weten. Dan stond er een vaagplaatje en ik heb die wat groter afgedrukt. Dat zijn de architectuurplaten. Ik heb er 10, maar wel op voor- en achterkant. Dus ik kan hem misschien tussen jullie inhouden. Ging iets fout bij het printen gisteren. Ik kwam pas achter in de trein. Dus even per tweetallen. Ik heb denk ik al genoeg dat ik even alleen. Als er nog één over is, bij jullie zit op de hoek, dan is het misschien makkelijk om een eigen. Heel even, de plaat is ook iets groter, want de toets op maat is er alvast afgevallen bij het printen. En de normering bovenaan ook, maar die twee applicaties zitten er nog wel. Ik ga er straks. Naar aanleiding van deze presentatie ga ik jullie even uitleggen hoe deze plaat in elkaar zit. En allereerst even, dus als jullie nu weer even aandacht willen hebben voor het scherm en dan straks weer voor de plaat met pen. Had ik eigenlijk anders moeten uitdelen voor de volgende keer. Even de context. Een aantal van jullie zullen dit plaatje misschien al kennen. Ik had het net al over, hè. Eigenlijk is de beoordeling is een stap in een keten. En zeker als je het kijkt vanuit databeheer, kun je eigenlijk spreken over een informatiestroom. Waarin beoordelen eigenlijk één schakel is. Want we weten al dat in ieder geval het hoogwaterbeschermingsprogramma het voor het rapporteren, prioriteren en programmeren gaat gebruiken. En je als keringbeheerder het ook gaat gebruiken uiteindelijk voor je ontwerp, voor je hele versterkingsprocedure. En we weten dat er heel veel data en informatie over die kering als input nodig is om je beoordeling te doen. En dat die data en informatie voor een deel komt uit vorige beoordelingsrondes, maar ook heel veel uit zorgplicht of uit aanlegprojecten. Dus wat je eigenlijk hebt is deze keten van data en informatie over de kering, stop je in het beoordelen, daar gebeurt van alles. Dat ga je rapporteren, prioriteren en programmeren bij het hoogwaterbeschermingsprogramma. En je ziet constant, wat ik net al zei, iteratief toetsen, dat is ook hier weer enorm van belang. En vooral dat je constant die link maakt met je eigen data. Dus je gaat steeds kijken van, is mijn data nog voldoende voor deze stap die ik nu weer zet, voor dit toetsspoor, voor dit toetsniveau waarop ik bezig ben. Geloof ik nog steeds wat eruit komt, et cetera, et cetera. Nou, dat is belangrijk om even in gedachten te houden. Nou, deze hebben we eigenlijk al gehad en dan kun je ook weer, dat is een deel van de interpretatie ook van de architectuurplaat, want normaal bij een architectuurplaat mag je niks zeggen over werkprocessen. Hè. Als je het SEC kijkt, het is echt de samenhang der applicaties, maar werd wel een beetje gepresenteerd in de volgorde van het werkproces in deze plaat. En eigenlijk wat je ziet is, je hebt brongegevens. Dan ga je iets doen, dat heet schematiseren. Nou, dat is een heel omvangrijk proces. Ik weet niet wie wel eens die schematiseringshandleidingen heeft bekeken, want het zijn enorme boekwerken hoe je per toetsspoor moet gaan schematiseren. Dan ga je rekenen, dus en dan ga je het in een rekenmodel stoppen. Dat ga je registreren, wat ook nog echt een belangrijke uitdaging is waar we nog op komen.
Dat is dat andere gele vlak. Die gele vlakken zijn eigenlijk activiteiten die, waar je iets mee moet doen. Als je dat allemaal hebt geregistreerd, je bent tevreden, ga je assembleren. Nou, ik weet niet, misschien Kisun is ook de docent bij de workshop of de cursus assemblage. Die houdt ook nog echt wel wat in. Hè. Hoe kom je van dit vakje naar dat normtraject? Er zijn allerlei regels voor. Zeker omdat je met allemaal ongelijksoortige data te maken hebt. Hè. Uit de ene toetsvak komt van voldoet wel, voldoet niet. Dan doe je bij een andere toetsregel komt er een faalkans uit van 1 op 100.000. Nou, hoe ga je die nou samenbrengen? Dat heet assembleren. Nou, als je dat hebt, dan ga je dus ontsluiten eigenlijk. Rapporteren, gebruiken van die data. Dus dat is een beetje in de kern. En dat is ook een beetje hoe deze architectuurplaat is opgebouwd. Nou, vaak hebben wij de vraag gekregen vanuit WBI ook wel, van nou, kun je mij een lijstje doen met de informatiebehoeften? Dan gaan we die data inwinnen en dan staan we gereed om op 1 januari te beginnen. Daar hebben we altijd meteen gezegd van ja, sorry, wij kunnen geen informatiebehoeften afgeven. En dat heeft ermee te maken hoe die informatiebehoefte eigenlijk tot stand komt. Hè? Hoe je die kan bepalen. Want enerzijds, ik hoop dat jullie dat nu ook zien naar de voorgaande presentaties, hangt het dus af met welk toetspoor ben je bezig en welk toetsniveau ben je bezig. Dus ben je eenvoudig aan toetsen, ben je gedetailleerd aan toetsen. Nou, de lokale kenmerken van de dijk, zeker met name voor de geotechnische experts, die weten wel van nou, heb je te maken met een hele homogene ondergrond. Dus die enorm heterogeen, dat maakt ook nogal wat uit van de data die je nodig hebt. Heb je te maken met een duin of een dijk, maakt ook al uit, simpel nog. Dus andere kenmerken, heb je veel aansluitconstructies, zitten er diepwanden, kwelschermen. Nou, al die gegevens hebben nogal veel invloed op je informatiebehoeften. Dus je moet heel goed, de areaalkennis bij de beoordeling is al enorm belangrijk, ook in de voorbereiding. Nou, welke data en kwaliteit zijn eigenlijk beschikbaar? Hè? Soms kun je je informatiebehoeften ook laten leiden door wat je eigenlijk al beschikbaar hebt aan data. Nou, je hebt inhoudelijke kennis. Koen zei het net al, bij regionale keringen begrijp ik een beetje wanneer ik waaraan moet draaien. Dan hoef ik 2 of 3 getallen te zien en dan snap ik, oké, ik moet even hiermee bezig gaan. Nou, dat is ook een beetje die inhoudelijke kennis. De ingenieursfactor van begrijpen als je een dijk ziet of als je je ondergrondschematisering ziet. Van ik moet me hier een beetje op focussen en ik heb hier meer data voor nodig of niet. Nee, dat is meer impliciete kennis eigenlijk die je nodig hebt. Nou, van grof naar fijn heb ik al genoemd. Maar ook de normering. Hè, van heb ik te maken met welk type, hoe streng is mijn norm? Of dat soort zaken kan ook weer van invloed zijn op je informatiebehoeften. Nou, hoe zou je dan wel kunnen beginnen? Dat is eigenlijk het standaard advies wat we dan geven. En dat denk ik ook wel eens aan een sessie die ik bij Hollandse Delta heb gehad, 2 jaar geleden. Waterschap zaten gewoon in een kamer vanuit het kennisplatform risicobeheersing. We werden gevraagd om 1 dag mee te denken voor een plan van aanpak voor de voorbereiding van de beoordeling. En ze hadden gewoon alle ondergronddata aan de muur gehangen op een kaart. Alle pijlbuizen die ze hadden op een kaart. En wat het leuk was, ze hebben gewoon dus eigenlijk bekeken van welke data hebben we allemaal. Laten we dat eens samen nemen. Welke kennis hebben we? Dus we kijken ook naar de resultaten uit de beoordeling en uit VNK. Dan weten we ook misschien iets meer waar we problemen verwachten, waar we iets verwachten iets goed te keuren of verwachten iets af te keuren. En dan hebben we waarschijnlijk een middenmoot waar we niet weten of het erom hangt. Nou, dat is een strategie. Maar wat ook leuk was, was dat de hoofdinspectiedienst langs wandelde en zeiden, kom jij eens binnen? En dat eigenlijk die ook hele nuttige informatie gaf. Zei, maar op deze 2 vakken weten we altijd dat er wat meer kwelwater komt. Dus eigenlijk zouden jullie daar ook wat meer over moeten weten. En dat is ook wat ik bedoelde met kennis over van inspecteurs. Benut die ook echt vooral in je beoordeling. Dat was even een intermezzo rond informatiebehoeften. Maar ook wel weer even belangrijk om straks de relatie te begrijpen van je bron naar je rekenen uiteindelijk en de rol van schematiseren ertussen. Dan, ik weet niet of jullie daar al het waterveiligheidsportaal van gehoord hebben. Maar dat is eigenlijk de tool om je beoordelingsresultaten te gaan rapporteren. En ook aan te leveren aan inspectie, leefomgeving en transport. Als je kijkt naar het werkproces, dan is de beheerder volledig verantwoordelijk voor de beoordeling. Daarna zal inspectie, leefomgeving en transport een oordeel geven. Ze noemen dat zelf een conformiteitscheck, geloof ik,
of de beoordeling volgens de richtlijnen van het wettelijk beoordelingssystematarium is gedaan. En, of de, en daarin zit bijvoorbeeld ook dat de data herleidbaar moet zijn. Nou, en als je nu naar het waterveiligheidsportaal gaat, volgens mij kun je, ieder waterschap heeft ook al een dummy inlog, geloof ik, om mee te oefenen en een officiële. Dus dan zou je zelf eens kunnen kijken, maar daar zie je wat ze ongeveer vragen om die herleidbaarheid kenbaar te maken. En dat is een assemblageresultaat naar de ringtoets database. Dus dat is echt wat je uit de software, die SQLite die daaronder hangt, kun je daar uploaden. En dan wordt gelijk een soort check gedaan ook, of je alle beoordelingssporen hebt gedaan en zo, enzovoort. Dus het wordt gebruikt als data. Schematisering en modelinvoer en een logboek. En eigenlijk zijn er nog niet zo goed gedefinieerd wat je daar dan precies zou moeten aanleveren. En dat zag je ook wel terug. We hebben een sessie samen gedaan met de inspectie leefomgeving en transport naar aanleiding van de derde toetsronde, een evaluatie waar ik ook bij betrokken was. En het was heel opvallend, zei de inspectie ook, van het ene waterschap die kwam echt met een karretje met documenten aanzetten, van tot aan de plaxissommen in rapporten van 100 pagina's toe werd zeg maar aangeleverd. En een andere die stuurde per post een management samenvatting en dan moesten we... ik zeg het weer zwart-wit, maar heel veel verschil in hoe mensen het beoordelingsresultaat aanboden. En de bedoeling van het waterveiligersportaal is om daar meer structuur in te krijgen. En ook straks een beetje te kijken hoe die herleidbaarheid of de herbruikbaarheid daarvan in. Hoe diepgaand checkt die, gebeurt die check van die SQLite? Ja. SQLite. Ja. Want je zegt van dan, daar gebeurt wel een soort check of hij conform is. Nou ja, het is een beetje. Kijk, in het waterveiligheidsportaal of zou de inspectie dat niet pas moeten doen? Ja, de check die binnen het waterveiligheidsportaal wordt gedaan, is van heb je alle beoordelingssporen beoordeeld? Dus heb je in ringtoets, zullen we zo nog op ingaan, moet je registreren of je alle toetsporen hebt voldaan. Nou, dat soort checks, ja, dat zijn een soort basisingangseisen, die worden daarin gecheckt. Dus je mag niet zeggen van ik heb bewust dat spoor nog niet ingevuld, maar ik vind wel dat ik het kan uploaden. Nou, voorlopig is de eis gesteld door ILT om het op deze manier in te richten, maar heb je argumenten dat je zegt van nou ik wil ILT alvast laten meekijken, ook als ik alleen maar piping heb beoordeeld ofzo. Dan zul je daar even over moeten mailen. Maar... Hey, ik zou willen opteren voor de vrijheid om, van beheerder om te zeggen van ik upload het, maar het is ergens een, dat je een bij wijze van spreken een vinkje kan doen van toch uploaden, ondanks dat hij niet... Ik zou dan even naar waterveiligheidsportaal.nl, daar hebben ze een service desk om het daar even in te schieten. Ja. Dat is... het is er nog in ontwikkeling ook, deels het waterveiligheidsportaal. Het is gereed om te kunnen rapporteren. Dus 16 februari een ketentest om te checken ook of dit... Dan zullen een aantal van jullie misschien een deelnemen. Goed. De uitwisseling in het instrumentarium. Want ik heb het nu even dus een beetje gehad over de omgeving. Nog helemaal niet uitgebreid. Hubert-Jan gaat daar ook nog iets meer op in, hoor. Dat is ook van hoe een BRO, BGT, Inspire-achtige zaken... Hier mee te maken hebben. Maar even voor dit zeggen we eigenlijk van wat is nou de scope van het instrumentarium en hoe gaat de uitwisseling daar binnen? En als je heel sec kijkt, en dat is een heel dun lijntje, ik weet niet of dat in de printer, is eigenlijk na het vak van brongegevens naar invoer, dat is de scope van het instrumentarium. De schematisatie en het verwerken van je brongegevens is de verantwoordelijkheid van de keringbeheerder, van de beoordelaar. Maar als het wettelijk beoordelingsinstrumentarium biedt wel veel handreikingen om je daarin te ondersteunen. En dan moet je dus zien de schematiseringshandleidingen als handreiking. Maar ook een aantal software, zoals DSOI model voor de ondergrond. Ja, en Morvan heeft ook een groot deel voor duinen schematiseren in zich. En ringtoets. In de ringtoets kun je ook een deeltje schematiseren in wezen tijdens dat je bezig bent. De definitie van de verschillen in definitie, maar volgens mij ga jij er Kissen nog wat dieper op in. Tussen een veldgegeven, een schematisatie en een modelinvoer is niet altijd heel zwart-wit te trekken. Dus dat uit zich ook een beetje in deze plaat. Ja. Ja. Kijk, alles wat binnen ringtoets zit,
dat werken al die linkjes in die systeemplaten hier, werken die al of zitten daar nog handmatige bewerkingen in? Nou, daar ga ik op in nu. Dus ik ga nu even in op die plaat. Want je zal zien, kijk, een pijl betekent een afhankelijkheid in deze plaat, in deze architectuurplaat. Maar het betekent niet dat er geautomatiseerd gegevens heen en weer gaan. Hè? Iedere pijl betekent deze applicatie heeft een relatie met die andere applicatie. En daar zit ook nog een volgordelijkheid vaak in. En dat zie je ook in die pijlen. Maar het betekent niet dat... de data die bijvoorbeeld vanuit de ringtoets nodig is voor een basismodule. Nou ja, dat die, hè, soms zal je van het scherm moeten aflezen bij ringtoets en dat intypen bij de basismodule, om maar zo te zeggen. Maar ringtoets heeft ook een nieuwe naam, toch? Sinds... Riskeer. Oh, ja. Ja, dus een beetje... ik heb me vastgehouden aan de WBI-lijn en wij hanteren nog ringtoets. Oh, okay. Dus ja, ringtoets / riskeer. Dat was mooi op de landelijke beoordelingsdag. Maar even op de rollen van ringtoets. Die zie je ook in het donkerblauw. Ringtoets wordt een beetje gezien als de centrale beoordelingsapplicatie. En die heeft eigenlijk meerdere functies in zich. De eerste twee zijn eigenlijk wel belangrijk. Hè? Dat is allereerste is dat je daar in de ringtoets, je registreer je de vakindelingen. En het is ook belangrijk om te weten dat de vakindeling per toetsspoor weer verschillend kan zijn. Hè, voor het ene toetsspoor kun je iets bij voorstellen van als deze dijk hier grasbekleding heeft en hier asfalt, om maar even zo te zeggen bijvoorbeeld. Ja, dan zul je voor grasbekledingen dit stuk in vakken indelen en dit stuk zul je als één vak gaan hanteren bijvoorbeeld, hè. Maar voor piping ja, is het vrij onlogisch om dan ook zo'n groot vak te definiëren. Dus daar wil je misschien dan weer op verminderen. En dan zie je ook weer, dat is ook een strategische keuze eigenlijk. Hè. Je zag in de derde toetsronde beheerders of beoordelaars die dat dus per toetsspoor gingen analyseren. Aan de hand van waar ze uniforme kenmerken hadden voor een bepaald vak. Maar je had ook mensen die zeiden, nou ja, we doen gewoon... om de 50 meter een vak, dan hebben we het generiek voor alle toetsporen. En dan moet ik alleen wat vaker een kruisje zetten als ik zo'n groot vak definieer. Want dan moet ik dat blijkbaar op zoveel vakken hetzelfde. Ja, moet je over nadenken wat jouw keuze wordt in de beoordeling. Tweede is het registreren van de resultaten per vak per toetspoor. We zullen straks nog ingaan, ga ik in, hè, dat je ieder toetspoor misschien soms wel een eigen rekenmodule heeft. Sommige toetsporen worden helemaal niet ondersteund... door software, maar uiteindelijk zul je in ringtoets wel moeten aangeven wat het resultaat is van je toetsspoor. Op eenvoudige en gedetailleerde, nee ook op toetsenmaat. Dus op alle niveaus moet je in ringtoets aangeven, nou ja, toetsspoor, zettingsvloeien, voorland, kwam dit resultaat uit. En dan vul je dat in ringtoets. Nou, daarnaast is ringtoets ook een rekentool. He, dus voor de beoordelingsmechanismes voor dijken en dammen, voor piping en gras, erosie, kruin, binnentalud. Daar zit gewoon de rekenmodel, die moet worden gehanteerd, zit in ringtoets. Dus dan gebruik je ringtoets om je berekening te doen. En voor kunstwerken is dat voor hoogte, betrouwbaarheid, sluiten en sterkte en stabiliteit van de puntconstructies. En de vierde rol van ringtoets is eigenlijk het bepalen... van de hydraulische belastingen en ook zichtbaar maken eigenlijk voor verder gebruik. En die hydraulische belastingen, dat zijn de waterstand, die hoort bij je norm. He, dus je norm wordt ook vertaald in een waterstand, in golfbelastingen en in een HBN, dat is een hydraulisch belastingniveau. Wat mede bepaalt welke kruinhoogte je eigenlijk verwacht nodig hebt. Dus eigenlijk als je naar ringtoets kijkt, dan is het zowel schematiseren wat erin zit. Hè. Dus het gaat over vakindelingen en voor een deeltje voor die rekentools. Dus het is rekenen, maar ook het registreren. En dat is registreren is ook een hele belangrijke functie. Je vakindeling moet voor de eenvoudige toets en de gecombineerde toets dezelfde vakindeling gebruiken? Nee. Of zou je daar ook een andere vakindeling voor? Ja.
Het is zelfs zeer denkbaar dat je misschien zelfs binnen de gedetailleerde toets eerst een vakindeling hebt die je daar later weer aanpast. Omdat je erachter komt bijvoorbeeld, en bijvoorbeeld, je ziet hier dit, op basis van een eenvoudige toets keur ik deze vak af. Maar ik zie, als ik buiten kijk of in mijn data, dat ik in ieder geval hier die kant op een heel andere kwaliteit grasmat heb dan deze kant op. Dus nou, dan is het in ieder geval automatisch, laat ik eens hier een knip leggen. En nou, dan kun je hetzelfde weer hebben en zo kun je verfijn je ook je beoordelingsresultaat. Maar dan moet je binnen ringtoets je vakindeling opknippen. Of mag je een nieuwe vakindeling gewoon uploaden en ja, je kan steeds blijf je resultaat dan wel bewaren. Of moet je je resultaat opnieuw gaan leren? Nee, het is een vraag wat je resultaten waard zijn als je dit hebt beoordeeld. Ja, maar het hele traject maak je één vakje wat je niet bij je opgegeven. Alle andere 29 vakken die blijven. Ja. Oké, hoe zit dat softwarematig? De berekeningen worden op dwarsverzendniveau gemaakt en die kopie je daarna aan de vakken. Vakken kopie je aan de dwarsverzenders. Op die manier kan je die vak opnieuw innemen. Het is wel zo dat er op basis van de generale repetitie wat nader is gespecificeerd of wat aangepast is in de ringtoets om juist dit soort zaken makkelijker te maken. Het is niet zo dat je daar alles weg moet gooien, maar ik geloof wel dat je elke keer weer nieuwe vakken krijgt, dat ze daar iets in hebben aangepast. Het is niet zo dat je daar weer helemaal opnieuw moet beginnen. Anders zou dat erg onhandig zijn. Het klinkt alsof je op moet passen, maar dat wel nodig is. Ja, maar hoe het precies zit, Ik ga even door, want ik zie de tijd. Nou, wat is de invoer van ringtoets? Dat is een lijstje. En daarom hebben we mede in bij de documenten voor deze cursus hebben we verwezen ook naar de handleidingen voor ringtoets en DSOR-model bijvoorbeeld, maar ook voor de basismodules. In die handleidingen zijn ook de uitwisselformaten beschreven. Dus dat is even belangrijk. Je hoeft niet die handleidingen van voor tot achter te kennen. Maar het is wel belangrijk om even daarin te kijken van, begrijp ik het uitwisselformaat? Maak je je zorgen om het uitwisselformaat, of je daar aan kan voldoen? Dan kun je die daarin terugvinden. Nou, wat je ziet is eigenlijk dat het een deel shape-formaten zijn, dus geo-formaten. Een deel CSV-bestanden. En een paar specials. Nou, de hydraulische belastingen. Nou, dat zijn databases die worden aangeleverd vanuit WBI, dus waar zijn centraal beschikbaar. De ondergrondscenario's, dat is een punt soil bestand, dat is de output vanuit de DSOR model. Dus dat is weer input bijvoorbeeld voor je ringtoets, maar ook voor je macrostabiliteit basismodule. En dwarsprofielen voor toetspoor, de punt PRFL bestanden. Eigenlijk heb je twee bestanden waarin je geometrie vastlegt van je kering. Dus enerzijds in dit type bestand, en daar is ook een tooltje voor beschikbaar. En dat is in het CSV-bestand. Nou, die verschillen tussen die twee die staan uitgewerkt ook in die handleiding. Nou, dan heb je een hele lijst met basismodules. En dat maakt de plaat nogal complex als je er in eerste instantie naar kijkt. We adviseren ook wel eigenlijk om die architectuurplaat, als je die per toetspoor bekijkt, wordt het al een stuk overzichtelijker. Dus dat is sowieso praktisch om te doen. Maar dat zijn in wezen alle rekenmodules. En waarom is het dat dat zijn die rekenmodules. En daar gaat heel veel handmatige in- en uitvoer in en uit. Dus dat is goed om te beseffen. Rond macrostabiliteit, daar worden separate adviezen gegeven. Dat staat ook wel op de Helpdesk Water site. Daar is nog veel ontwikkeling in de software. Dat is wel even voor nu. Wat wel goed om te weten is dat die basismodules, die doen berekeningen op dit niveau, op doorsnedeniveau. Dus je hebt een vak en dan kun je steeds per doorsnede één som maken. En daarom is dat gele blok... hoe heet dat precies? Registreren of verwerken rekenresultaten tot toetsoordeel per vak. Is dat nogal een belangrijke? Daar zit een hele registratiecomponent in. Want waarschijnlijk willen de beoordelaars, want dat kunnen ze straks zelf nog beter uitleggen.
Nou, dat als ze een doorsnede, dat ze ergens willen registreren wat de uitkomst was van deze doorsnede, van deze doorsnede, misschien wel van deze doorsnede. En uiteindelijk moet je een keuze maken wat dat uiteindelijk het toetsoordeel is voor jouw vak. Dus je hebt eigenlijk een soort boekhouding, moet je gaan hanteren rond die basismodules. Want uiteindelijk wil Ringtoets maar één antwoord en dat is van jouw vakindeling die je in Ringtoets hebt ingevoerd. Die misschien mede ook wel weer wijzigt als gebruik van je basismodules, maar uiteindelijk je finale vakindeling, daar een oordeel van per vak. Dus daar, dat is even een uitdaging hoe je dat, dat gaat beheren. En ik denk dat, dat de databeheerder je daar goed bij kan helpen hoe je dat op een goede manier inricht. Joost, volgens mij is dat in Ringtoets ingebakken, want sporen waar je per vak kunt doen, kun je... Of per doorsnede kun je misschien wel 10 doorsneden in een vak hebben zitten. En dan moet je uiteindelijk, als je je keuze maakt, moet je zeggen van nee, deze doorsnede is, wil ik gebruiken voor een oordeel van mijn vak. En dat is in de ringtoets zit dat al ingepakt. Ja, maar ik geloof alleen voor de toetsporen die in ringtoets zijn ingebouwd en niet voor de waarde. Maar ook alle oordelen van, misschien dat je gelijk hebt, maar ook alle oordelen van software die niet in ringtoets zit, die moet je ook uiteindelijk alle oordelen moet je in ringtoets gaan zetten. Ja, precies. Maar één oordeel per vak per toetsspoor vanuit de basismodules. En dat is de uitdaging volgens mij. Je registreert in ringtoets, maar je zal daar onderliggend nog wel eens eigen administratie moeten hebben van alle oordelen die leiden tot dat getal of dat oordeel wat je in je ringtoets plaatst. Dat klopt, maar vanuit mijn herinnering vanuit de generale repetitie is dat ook voor de sporen die niet direct ondersteund worden door ringtoets, kun je per doorsnede een oordeel eraan vasthangen en dan kun je uiteindelijk in ringtoets kiezen van dit is mijn oordeel van mijn vak. Oké. Maar volgens mij, ik zie nog negen. Bijvoorbeeld voor maakstabiliteit, je maakt voor verschillende scenario's maak je een beoordeling, een berekening. En die moet je zelfs eerst combineren voordat je die uiteindelijke antwoord voor een vak, het oordeel van een vak, kan invoeren in je ringtoets. Dus je hebt en ook de registratie van de verschillende scenario's zou je dus die logboeken op andere plekken. En die sta je op losse plekken op buiten ringtoets. Ja. En alleen voor de modules die binnen ringtoets al zitten, daarom dan heeft ringtoets zelf een output file voor. Zeg maar. In het geheel, ja, maar dat wordt ook dus verzorgd. Je kan meerdere dwarsversneden daarin opslaan en berekeningen daarin uitvoeren. En je kiest uiteindelijk voor één dwarsversnede die daar dan van toepassing is. Daar wordt het binnen ringtoets verzorgd en voor de andere geldt ook niet. Dus dat er beperkte registratie is voor het eindresultaat. We komen daar in deze cursus nog op terug hoe je de opslag van rekenfiles en data doet. Want op Shapeless zijn ook dataspecialisten hier natuurlijk aanwezig. Mm-hmm. Die willen zien van welke output komt eruit en waar zet ik die in mijn beheerssysteem, welke input lever ik. Is het ook een komt er nog aandacht voor het opslaan van rekenfiles? Wat de output van alle verschillende losstaande en totale modules is? In ieder geval Marcel Adema die gaat daar wat dieper op in. We hebben dat nu nog niet als zozeer... Shapefiles, uit de GIS-data. Kijk, ringtoets heeft nog geen export. Dus daarom wordt er ook steeds verwezen naar die SQLite database. Dus dat is eigenlijk je database die in het programma zit ingebakken. En dat geldt voor die basismodules ook. Dat is een XML-file die daar onder hangt. Dus er zit ook geen geografische component in. Die zul je zelf moeten toevoegen. Ik heb 11 normtrajecten. Die komen uiteindelijk allemaal in één SQL die voor ons waterschap geldt. Nee, per normtraject. Per normtraject heb je één SQL uit. Ja. Maar er zitten dus niet je modelinvoer die je in de basismodules gebruikt in. Er zitten echt alleen de resultaten. Alle basismodules moet ik een losse directory bij wijze van spreken aanmaken met dit heb ik erin gestopt, dit is er bij de rekenresultaten en dit heb ik uiteindelijk in ringtoets
ja. naar input toegestuurd. Ja. Ja. In de zin van dat natuurlijk, in deze cursus willen we dat zeker aan bod laten komen. Er zit ook een stuk waarin je dat voor jezelf definieert, omdat je afhankelijk van hoe je uiteindelijk besluit dat je je data management gaat inrichten, kom je uiteindelijk ook tot van welke format en hoe hangt dat precies aan elkaar. Dus daar één blauwdruk van geven is best lastig. Maar we willen het vooral ook straks in de zelfwerkzaamheid opgebracht, met dit soort elementen naar boven. Ja, ik was even huiverig dat hij heel erg focust op data management rond GIS, geografische informatie, en niet rond die niet-GIS data. Nee, wij moeten straks ook aan bod laten komen in de zelfopdracht. Ja, oké. Ja, en daarom is het leuk om die zelfopdracht, logisch om dat voor dag 2 te doen, maar ook hebben we bewust Marcel Adema op dag 2 gezet, want dat is zijn interpretatie hoe hij dat heeft dat gedaan. Dus dat valt te spiegelen. Ja? Per traject. Ja. Dus er zitten dan alle vakken die in dat traject vallen per toetspoor zitten daar onder. Ik doe nog even 2 slides, want moeten we even kijken, de volgende keer hier wat meer aandacht aan besteden. De DSOIR model is nog even een belangrijke tool, ook met het oog op de opdracht zometeen. DSOIR model is eigenlijk een tool om je ondergrond te schematiseren. Straks wordt er nog even dieper ingegaan, ook weer vanmiddag door Kinsun, wat je daar nou eigenlijk doet. Maar wat je in feite doet, is met heel veel verschillende invoer probeer je 1 ondergrondschematisatie te maken die je kan gebruiken voor je piping of je macrostabiliteit of voor je settingsvloeiing som. Dus je ziet ook 3 lijntjes gaan vanuit die DSOIR model, naar ringtoets voor piping, naar macrostabiliteit en naar die flow slide voor settingsvloeiingen. En wat belangrijk daaraan is dat dat we hebben gezegd, hè, we willen die ondergrond, die heeft heel veel onzekerheden. Je beoordeelt een ondergrond van 1 kilometer aan de hand van puntconstructies of puntmetingen. En we weten al dat soms in sommige gebieden 50 centimeter naast hetgeen waar je geprikt hebt, de ondergrond eigenlijk alweer anders kan zijn. Nou, in het verleden gingen we altijd, deden we dan een soort schematisatiefactor erbovenop. We zeiden, nou ja, als je een onveilige waarde, dan nemen we extra zekerheid in onze som. Maar een van de innovaties of vernieuwingen in het WBI is dat we met scenario's werken. Dus er wordt eigenlijk een methode gegeven hoe je al die verschillende puntmetingen en je inzicht in de ondergrond, dus ook je ervaringen, wat er is gebeurd daar en de geologische kennis, kan gebruiken om scenario's te maken van in bepaalde vakken, van welke type ondergronden voor kunnen komen. Nou, en daar kun je met die scenario's gaan rekenen. En waarom ik daar even stil bij sta, is dus dat je put soil input bijvoorbeeld voor die flow slide, heb je dus meerdere ondergrondscenario's die je moet gebruiken voor 1 doorsnede. Dus wat je dan ook krijgt, is dat je 3 keer de som moet doen. En uiteindelijk zelf onderaan de streep je oordeel moet. Hè. Dus dat is ook weer in die gele activiteit na afloop. Daar zit nog meer registratie in. Je hoeft dit niet allemaal te onthouden, hè, dat, voor nu. Maar het is wel goed om te beseffen dat die activiteit, die vrij simpel lijkt, het registreren van je oordeel, dat daar echt ook kennis, intelligentie en werk in zit. Ik heb stiekem even. Nou. Die activiteiten heb ik nu dus even bij stilgestaan. We onderscheiden eigenlijk deze activiteiten. En die zijn ook van belang straks bij de thuiswerkopdracht. Wat je doet is het maken van een vakindeling per toetsspoor. We hebben het over gehad. Dat doe je in principe in je eigen GIS-omgeving waarschijnlijk het makkelijkst. Dan kun je het simpelst beheren. Je moet brongegevens naar invoer verwerken. Nou, daar gaan we vanmiddag nog veel verder op in wat je daar allemaal voor moet doen. Je moet toetsporen beoordelen zonder software, dus dat doe je helemaal ergens op een eigen plek. Hè. Dat is die geel onder de basismodules. Er zijn gewoon voorschriften voor hoe je dat doet. Maar, beoordelen via toets op maat, die is nog weggevallen uit het schema, maar alles wat je toets op maat doet, daar zijn ook softwaremodellen voor en dergelijke, hè, maar die worden niet voorgeschreven. Nou, dat is ook iets wat daar los van staat. En uiteindelijk moet je dus je toetsresultaten, ergens een registratie in een logboek of een boekhouding gaan bijhouden hoe je dat doet. En dat zijn denk ik, als je kijkt naar databeheer, de belangrijkste uitdagingen waar je voor staat. Ja, dus misschien nu allemaal veel. Dus nu gaan we naar een opdracht.
Ik wil even in viertallen, dat jullie viertallen maken. En het is fijn om even met je eigen collega ook in een groepje te gaan zitten.